Hey hallo, leuk dat je weer kijkt. Welkom bij deze vierde video van de December Daily Dossier Map Journal voor Low Budget Crea BS Christmas in July. Ik heb mijn gedeelte van de vorige aflevering, van de vorige video, versierd. Ik heb er, zoals ik al vertelde, zo'n sluiting opgemaakt, zo'n Japanse sluiting, door hier op een pocket een cirkeltje te maken. En hier aan de bovenkant van de envelop. En dan kan je dat zo met dat touwtje mooi vastmaken. Nou, ik heb dus hier een pocket gemaakt, waardoor ik hier een plekje heb voor foto's en dingetjes te journalen. Hier heb ik van een zakje, een rode kraftzakje, een hoek afgescheurd, waardoor ik hier wat tussen kan steken, een kleine tag om wat te schrijven. En ook hier aan de andere kant. Deze heb ik verder, omdat het een leuk plaatje was, een beetje plain gelaten. Ik kan natuurlijk hier wat instoppen. Alle journalkaarten en tags en zo moet ik nog maken. Maar ik kan je wel alvast laten zien hoe ik alles heb versierd. Hier aan de onderkant, ik weet niet of ik dat in beeld kan brengen, heb ik een envelopje eigenlijk dichtgeplakt. En hier als stukspot opgeplakt. Hier kan natuurlijk wat in. Ik denk dat ik hem nu wel weer plat kan leggen om de rest te laten zien. Dit is een van boek van, hoe heet het, muziekpapier. Heb ik een library pocket, noemen ze dat. Zo, vroeger hadden ze zo de bibliotheekkaarten in zo'n pocket. Dus hier kan een kaartje in. Zo eenzelfde heb ik ook aan de andere kant gemaakt en versierd. En hier kan natuurlijk weer wat in de envelop. Hier heb ik ook een envelopje uitgeprint envelopje is dat. Daar kan ik hier een journalkaart in steken. Hier heb ik een kaartje van Craft Sensations blok, waar ik nog een journalkaartje achter kan steken. Aan deze kant heb ik de envelop gewoon gelaten, dus de flap versierd en een mooi papiertje opgeplakt, waar hier zo wat in kan. Hier heb ik een bellyband opgeplakt, dus er kan wat achter gestoken worden. En om te voorkomen dat het eruit valt aan de onderkant, heb ik dit plaatje hier aan de onderkant even vastgeplakt. Dus daar kan een journalkaart in. Hier hebben we de flap weer versierd, er kan natuurlijk hier wat in. En deze kaart is ook weer alleen op drie plaatsen vastgeplakt, waardoor ik hier weer wat in kan steken. Ik heb ook gebruik gemaakt van een paar kerstkaarten van eerder. Dus dit was een vierkante kerstkaart. Die heb ik afgescheurd omdat ik dol ben op notenkrakers. En heeft daardoor een mooi plekje in deze journal gekregen. En kan ik hier wat achter steken. Dit was een hele mooie versierde envelop. Een A5 envelop die ik ook heb afgescheurd. En het versierde gedeelte dus in het geheel heb opgeplakt en dus hier ook wat in kan steken. En dat zit dus bovenop die envelop geplakt. Dus kan je hierin. Dit was een envelop die ik gekregen heb in een andere journal, een kerstjournal. En die heb ik ook nog een klein beetje versierd. En met deze man, met zijn voet, houdt hij de flap tegen. Dus hier kan ik nog weer wat in steken. Die heb ik zo opgeplakt dat die geopend kan worden. Hier gewoon een beetje versierd. Hier heb ik een kaartje ook uit het Craft Sensations blok. Met deze meneer in zijn nette pak. En daar kan ook weer wat achter gestoken worden. En dit heb ik ook zo gekregen. Daar zaten goodies in met deze bellyband eromheen. Die bellyband heb ik vastgeplakt op de achtergrond. En dan heb ik hier een mooi klein coin envelopje. Waar ik ook weer wat in kan stoppen. En die kan dan zo weer bewaard worden in de bellyband. Op deze manier. Zijn hoedje er weer overheen. En zo hebben we allemaal leuke laagjes. Dan ga ik dit even allemaal weer dicht maken. Nou, het is natuurlijk wat... Oh, ik vergeet één flapje. Het is natuurlijk wat dikker geworden. En straks met de journalkaarten wordt het nog wat dikker. Dat was ook de reden waarom we in onze basis van kartstok al deze rillijnen hebben gemaakt, zodat je dat volume ook gewoon straks kan hebben als je hem dicht maakt. Nou, hier aan de achterkant heb ik hem opgeplakt aan die flap. En dat heb ik gedaan door hier alleen lijm te doen, waardoor ik dus op de achterkant ook nog weer een tukspot heb en daar zo'n grote kaart ook uit Craft Sensations blok achter kan steken. Aan de achterkant van de envelop kunnen we natuurlijk hier nog een journalkaart insteken. Deze kaart heb ik gebruikt
En aan de achterkant wil ik dan nog leuk met stencil gaan doen. Dus ben ik nog niet aan toegekomen. Maar dat ik daar nog wel kan schrijven of een foto kan plakken. En dit heb ik eigenlijk heel simpel versierd met alleen maar een designpapier. Hier ruimte om ook weer een tag achter te steken. En verder een klein beetje aangeklikt. Dit is wat ik van de vorige keer gemaakt heb. En wat ik vandaag wil gaan doen in deel 4 is deze flappen gaan bewerken. Wat we daarvoor nodig hebben is om te beginnen wat designpapier om dit te gaan bedekken. Voor de boven- en de achteronderkant. Dus dat ga ik even uitzoeken en dan kom ik zo bij je terug. Nou, ik heb het designpapier uitgezocht. Het is geen kerstpapier, maar ik vond het er wel leuk bij passen. Dat vintage kaartenscript gaan een beetje van het idee letters naar Santa toe uit. En ik heb het rondom gestikt. De stukjes zijn 10 centimeter bij 19,5. Dus een halve centimeter kleiner dan de ruimte van het kraftpapier. Verder heb ik ook nog een grote tag gesneden van kerstpapier. Deze tag is, als ik het niet verkeerd zeg, 20 centimeter keer 10 centimeter. En dat is is zo'n grote, omdat ik graag wil dat die ruim over deze twee flappen heen kan vallen. Het wordt namelijk de sluiting van deze flappen. En ook als we nog verder gaan vullen en hij dus nog wat verder uit elkaar gaat, moet deze tag beide stukken kunnen raken. Dus vandaar dat het zo'n grote is. Heb jij jouw journal straks klaar en is die lang niet zo dik geworden, dan kan je, en je vindt dit echt te groot, dan kan je hem altijd nog wat inkorten. Verder hebben we daarvoor voor de sluiting dan nog nodig twee stroken van 2 centimeter. En ik zit nog een beetje te twijfelen, maar ik ben even van 14 centimeter uitgegaan. En die ga ik hier op de boven- en de onderflap vastmaken. En dat wil ik gaan doen met twee splitpennen in beide stroken. En dan door designpapier. Daarom heb ik ook het designpapier nog niet opgeplakt. En die zitten dan zo meteen hier vast. En dan kan je die tag eruit trekken om deze flappen open te maken. Dus dat is eigenlijk het idee voor nu. Ik ga even deze stroken afronden. Vind ik er gewoon leuk uitzien. Ik zit nog een beetje te twijfelen of ik daar ook stiksel op ga maken. Want ik heb niet alles gestikt, maar af en toe stiksel vind ik wel leuk. Maar ik heb dat natuurlijk hier ook al. En ik zou mijn tag op het laatst eventueel nog kunnen stikken. Dus ik denk dat ik deze laat zoals ze nu zijn. Ik zit even hard op te denken hoor. Je hoeft natuurlijk geen stiksels te gebruiken als je geen naaimachine hebt of je houdt er gewoon niet van. Dan is het echt geen must. Het is gewoon versiering. En ik vind dat zelf leuk uitzien. Maar iedereen moet dat natuurlijk helemaal kiezen zoals die wil. Nou moet er in het designpapier een gaatje komen. En in mijn strokenpapier. Dus ik ga even op zoek naar de crocodile. En ik zei met splitpennen, maar misschien is het ook wel leuk om dat dan met eyelets te doen. Dat is weer even wat anders. Je kan dus kiezen of je doet dat met splitpennen of je gaat ook net als ik met eyelets ze vastmaken. Je hebt er in ieder geval 4 nodig, wat je ook kiest. Ik ga het met eyelets proberen. Even kijken. Als eerste moeten natuurlijk in de strook gaatjes komen in het midden van de strook van de 2 centimeter. En ongeveer een centimetertje van de rand. Je wil niet te diep naar binnen, want je moet er natuurlijk voor zorgen dat deze tag nog ruim kan bewegen. Dus ongeveer een centimeter naar binnen en dan in het midden. Ik ga even tegelijk, hoop ik dat goed gaat natuurlijk. En je hoeft natuurlijk niet per se een eyelet in. Wat ik net al zei, als je die niet hebt, een splitpen kan ook. En daarna moet hier in de
Dus langs de rand, ongeveer een centimeter, anderhalve centimeter daartussenin. Dus niet te ver naar binnen, want ja, als die dus gaat groeien, dan heb je die ruimte nodig. En als dan je strook hier zit, dan redt misschien je grote tek het nog niet. Dus daar moet je even op letten. Ja, en ik moet er ook voor zorgen dat ik natuurlijk diep niet te diep ga, dat ik er met mijn, hoe heet dat, crocodile nog wel kan komen. En dan is het natuurlijk het mooiste als we dat mooi recht tegenover elkaar doen. Nog even daar. Oei, wel recht. Nou, omdat ik dit nog niet vastgemaakt heb, kun je dat nu heel makkelijk doen. En als we hem al vastgeplakt hadden, was dat net wat ingewikkelder. Deze grote tag kan je natuurlijk ook weer aan de achterkant gebruiken om op te journalen of foto's op te plakken voor de December Daily. Dus dat is twee vliegen in één klap. We hebben een mooie sluiting, een mooie speciale sluiting en tegelijkertijd ook weer een nieuwe ruimte voor een dag. Maar ik heb niet met jullie geteld zojuist, maar ik ben al bij de 31. Dus alles wat we nu extra aan journal spots aan het maken zijn, is in mijn geval extra. Dus als je het zo versiert zoals ik gedaan heb, met allemaal extra pockets en extra flapjes en tuckspots, dan ben jij er ook en dan is de rest alleen maar extra. Dus kunnen we lekker veel fotootjes erin in de December Daily steken. Wat zie je nou, hè? Oh, zeker nog zo'n rondje. Zo, nou ga ik dat straks natuurlijk hier nog leuk versieren. En nog wat extra's opplakken voor wat mooie laagjes. Ik vind dat leuk. Maar hou je van wat rustiger, dan kun je het natuurlijk prima zo houden. En dan je mooie tag ertussen heb je toch alweer extra laagje. Waar heb ik mijn lijm gelaten? Heb ik die nou? Ik had net even beneden geknutseld. Ik moet hem even beneden gaan ophalen. Momentje. Zo. Even opgehaald en dan gaan we deze vastplakken. Oep. Zo, en die ook aan de onderkant. Ik ben zo benieuwd hoe dat jullie journals, December dailies allemaal gaan worden. Want het maakt zoveel verschil wat voor soort papier en wat voor stijltje je gebruikt. En ik vind dit heel leuk, maar ik vind ook allerlei andere stijlen om te zien heel gaaf. En ja, ik ben echt stik benieuwd wat er allemaal gemaakt gaat worden. Ik hoop natuurlijk dat jullie hem heel gaaf vinden en allemaal lekker mee gaan doen. En gebruik lekker wat je hebt, hè? Want ik ook. Ik heb dingen bewaard van Happy Mails en van alles en nog wat. Oude papierblokken. Je ziet, je kunt alles combineren als je een beetje in dezelfde kleurstelling en stijl gaat zitten. Dus ik ben, ja, pak vooral wat je hebt, want je kan hier heerlijk je oude spulletjes in opmaken. Kijk, en zo is dan de sluiting. Dus dan zit die mooi dicht. En dan wil je dus in deze, achter deze flappen, dan ga je de tag eruit halen. En dan kan je er zo mooi in. En ook als die dus gaat groeien, dus als ook die
als hij dikker wordt, zorg dat je tag in eerste instantie gewoon niet te klein is. En echt pas als die af is, want als je dit gaat laten groeien tot zijn max, zeg maar, dan zie je, dan heb je eigenlijk die ruimte wel echt nodig. Zonder dat hij eruit gaat floepen. Want als hij echt maar op zijn randje hangt, dan gaat hij eruit vallen. En dat is, ja, dan werkt het eigenlijk niet meer. Dus dat zou jammer zijn. Dus zo gaat hij in sluiting worden. En dan hebben deze flappen natuurlijk ook nog een achterkant. Daar gaan we ook iets leuks mee doen. Ik zat te denken om aan één kant, hebben we wel eens ooit zo'n Happy Meal gemaakt met drie van die tags die elkaar zo overlappen, om dat aan één kant te doen. Misschien aan de onderkant, denk ik. En aan de bovenkant moet ik nog even over nadenken. Ik heb wel een ideetje, maar of ik die ga doen, weet ik nog niet. Maar in ieder geval ga ik voor die onderkant dan een stukje kartstok snijden. Ik heb hier nog een strookje liggen. Wellicht is dat 6,5. Groot genoeg. En die moet dan 20 breed worden. Dus dat ga ik eerst even doen. De mijne is 6,5 bij 20. En we hebben een rand nodig om hem vast te plakken. Die rill ik op 1,5 centimeter. Die ga ik hoop dat ik het een beetje goed in beeld kan brengen. Hier zo hebben we de laatste rillijn. Daar ga ik hem tegenaan plakken. Dus dat hij daar los van komt. Dat ga ik zo meteen doen. En dit wil ik nog eerst in drieën verdelen. Nou is 20 niet te delen door 3. Maar dat maakt niet zo heel veel uit. Want ik bijna 7 keer 3 en dan wordt de middelste gewoon iets smaller. Dus op 7 centimeter vanaf die kant en 7 centimeter terug, dus op 13 vanaf deze kant, ga ik hem insnijden tot aan deze rillijn. Dus ik ga niet door mijn plakrand, dit wordt de plakrand, hè, ga ik snijden, maar alleen maar tot aan die rillijn. Zodat we 3 losse flapjes krijgen. 2 van 7 centimeter. En de middelste is dan 6. Maar dat is niet erg. En dan gaan we daarna gaan we tag snijden. Pockets. Ik denk dat ik er pockets van gaan maken. Ja, want dat hadden we toen ook in die Happy Meal gedaan. Ik denk dat die een millimetertje korter moet. Als ik hem er zo op leg. Dus er gaat een heel klein randje vanaf. En ik zit even te twijfelen of we deze volle flap nodig hebben. Ik denk het eigenlijk niet. Dus ik ga hem ook wat inkorten. We hadden 6,5. Ik denk dat 2 centimeter. Zullen we er 2,5 van maken. Dus dan wordt het strookje. Wordt dan 20 keer 4. Dan hebben we al genoeg. Dus 20 keer 4. En dan insnijden tot de rillijn. Dan hebben we een perfect stukje. En dan gaan we met designpapier pockets maken. Dit is 7. We willen ze laten overlappen. Dus dan zullen we dan 8. 8 en 8 en 8. En dan, ja, ik ga heel even rekenen. Dan kom ik zo weer bij je terug. Want dan weet ik wat we moeten snijden. Momentje. Nou, ik ben eruit hoor. We gaan 3 stukken snijden. 3 stukken designpapier. Van 17,5 breed en 10 centimeter hoog. Heb je een designpapier met print zoals deze, waarbij een richting belangrijk is, dan wordt dus de breedte 17,5 en de hoogte 10. En dan gaan we op rillen. We gaan rillen op 8 en op 16 centimeter.
op de lange kant. Dus de kant van 17,5 cm gaat tegen je liniaal. En er komt een rillijn op 8 cm en eentje op 16 cm. En dat doe ik even bij alle drie de stukken. Dus op 8 en op 16. En deze ook op 8 en op 16. We kunnen ook meteen drie tags snijden van 7,5 bij 12. Ik heb pas twee papiertjes zo gesneden, maar ze worden 7,5 breed en 12 centimeter hoog. Die gaan we er strakjes in stoppen. Dit kan even aan de kant. We vouwen ze op. Dit wordt een lijmrandje. Dat gaat zo meteen zo dichtgeplakt worden. En ik vind het altijd wel grappig uitzien om hier zo'n hapje uit te nemen in het midden. Dus ik heb een cirkelpons en dan knip ik ongeveer in het midden een halve cirkel aan de bovenkant uit. Zo, en ook bij de laatste zorg daarvoor weer dat je printje klopt en dat je dus aan de bovenkant het hapje eruit neemt. Ik heb het steeds in dit vak gedaan, even aan de achterkant. Daar ongeveer. Zo. Nou, dan zit ik even te twijfelen wat handiger is om eerst de pocket hier op te plakken en daarna in het boek. Of is dat wel? Nou, ik ga dat gewoon doen. We zien wel. Even zien. Ik wil graag deze print in het midden hebben. Dus ik pak even die middelste van de drie. En die ga ik hier in het midden van mijn pocket opplakken. Dus hier komt lijm op. En die komt dan hier tegen die onderste rand aan. Dan kunnen we dit naar binnen vouwen. Die 1,5 centimeter. En ik doe een klein randje lijm langs de onderkant van die. En dan zit zo de eerste pocket erop. Die andere twee komen hier tegen de rand aan. En dan moet ik even kijken, want ik wil dan graag dat alle hapjes aan dezelfde kant zitten. Dus die ga ik vanaf hier plakken. En dan deze komt hier tegen die zijkant aan. Dus zojuist hebben we deze in het midden geplakt. Maar nu plak ik hem hier tegen die buitenste rand aan. Op deze manier. Dus hier kan weer wat lijm op. Zo. En dan doen we hier op de 1,5 centimeter een beetje lijm. Om hem tot de pocket te plakken. En hier weer aan de onderrand alleen een beetje lijm. En dan plak ik hem weer dicht. Mijn pocket heeft hier een heel klein randje te veel, dus dat ga ik gewoon met de schaar even weghalen. Het is soms met rillen dat je dan net zo'n millimetertje erbuiten uitkomt. Knip ik even weg. Zo, opgelost. Kijk, en hier komen dan zo die tags strakjes in. Die steken een beetje uit. Dat vind ik leuk. Dat heb ik expres gedaan. Vind je dat niet mooi? Dan kan je ze natuurlijk wat korter knippen. Ik heb ervoor, wat was het ook alweer? 12 centimeter gekozen. Nou, zou je bijvoorbeeld er 10 centimeter van kunnen maken. Als je dat niet zo mooi vindt. En deze moet ook. Die moet dan zo. Want ik wilde die hapjes allemaal aan dezelfde kant hebben. Dus ook hier ga ik weer de
de binding, zal ik het maar even noemen, van onze strook. Die ga ik hier aan de binnenkant gelijk leggen met deze vouw. Dus dat die niet uitsteekt, zeg maar. Hij mag niet breder worden dan dit stuk. Dus dan komt nu hier een beetje lijm. En je kan er, ik heb het nu om en om gedaan, dus twee liggen ervoor en eentje ligt erachter. Maar je kan dit ook in een soort waterval, hè? Dus dan had je eerst deze moeten plakken, dan die en dan die. Dat ze dus zo van onder deze naar boven. Kan allemaal. Net wat je voorkeur heeft. En deze pocket plakken we ook weer dicht. Hier weer een randje lijm. En dan gaan we dit in zijn geheel tegen die onderste flap in onze dossiermat plakken. Eens even die erbij pakken. Even zien dat ik hem hier op de kop heb. Dit is mijn onderste flap. En dan gaan we deze hier opplakken. Tegen die laatste rillijn aan hier. Dus niet er overheen. Dus goed daarop letten. Deze manier. Dus daar gaat nu lekker wat lijm op. Of tape, net waar je graag mee werkt, hè. Dat weten jullie inmiddels, denk ik. Zorg ervoor dat je echt niet over die laatste rillijn heen gaat. Eerder nog zo'n 2-3 mm er vandaan dan er overheen. En dan kunnen we zo meteen hier nog mooi... Zit nou scheef? Ja, ik zit hartstikke scheef. Eventjes goed plakken. Sorry, ik ben waarschijnlijk buiten beeld, maar het is zo'n groot... geheel. En volgens mij was nou mijn hoofd in beeld. Nou, dit even weg, dan zie je er niks meer van. En dan gaan we hier natuurlijk nog een leuk designpapier plakken. Misschien nog een schuine pocket maken, net wat je leuk vindt om te doen. En hierop natuurlijk ook nog leuk versieren en je tekst. Leuke gaatjes in en leuk lint er doorheen. Mooi aankleden. En dan is ook hier weer een extra flap. En het leuke is dan van het wat langer laten, vind ik, dat ze er dus een beetje bovenuit piepen. Dus dat je weer extra laagjes hebt gemaakt. En waar is mijn grote tag? Die is hier. Die kan dan zo dit allemaal weer bij elkaar houden. Zo. Dus dat was de onderste flap. Nou, de bovenste flap. Daar zit ik aan te denken om een bellyband te maken. Dus eigenlijk gewoon dit leuk met designpapier beplakken. Daar dan een strook overheen. En dan misschien een envelopje zelf maken. En die flap van het envelopje wil ik er dan overheen laten vallen. Dus dat zorgt er ook voor dat het envelopje niet naar onder zakt. Want dan blijft dat... gevouwen randje, zeg maar, hier op die rand van de bellyband hangen. Dus dat is mijn idee eigenlijk. Dus ik ga even op zoek naar papier wat ik kan gebruiken. En dan ben ik zo weer bij je terug. Nou, daar ben ik weer. Ik heb dit designpapier uitgekozen. Die heb ik weer op 10 keer 19,5 gesneden. Ja, ik heb de hoekjes afgerond, omdat dat natuurlijk hier ook op was. Die komt dan hierboven. Wat ik graag wilde doen is eerst mijn envelopje maken. En nou, ik weet niet of jullie dat ook hebben. Maar in deze blokken zit ook altijd zo'n vel met van die vellum teksten. En soms gebruik ik ze, maar ook heel vaak niet. Dus ik dacht, ik ga hier gewoon mijn envelopje van maken. Ik vind het wel leuk dat het wat transparante envelopje wordt. En er staan leuke teksten op. En we gaan even zien hoe dat er dan uitziet. Dus ik heb... mijn envelop punchboard erbij gepakt. Omdat de ruimte die we hier hebben natuurlijk
maar 10 centimeter is, dus ongeveer 4 inch, want dat is bij die envelop punchboards altijd 4, of met inches, hè. Dus dan kies ik voor een envelopje van 3,5 keer 4 inch. En dan moet ik dit basisvel op 6,5 bij 6,5 snijden. Dus ik leg deze even weer aan de kant. En dan gaan we een envelopje maken van vellum. Ik ben benieuwd of dat er leuk uit gaat zien. Die teksten die komen natuurlijk scheef, maar het lijkt me best grappig om die dan er nog doorheen te zien piepen. En ik hoopte al dat er niet te veel van het zilver aan zou zitten. En dat is gelukkig ook zo. Dus dat is alweer mooi. Zo. Nou, ik heb hier nog 1 sentiment. En deze zelfs ook nog die ik kan gebruiken. Dus die bewaren we nog eventjes. En dan moesten we scoren op 318, dat staat er. Dus dat is daar. Zie ik dat goed? Ja, het licht schijnt er een beetje gek op. Dus ik moest even. Nou, de volgende gaat altijd met dit puntje op die rillijn die we net gemaakt hebben. Dat is in dit geval dan op 3. Wat staat daar? 2/8. Ja, 2/8. En deze wordt dan weer op 3/1. En de volgende weer met die lijn gelijk. En dat was 3/2. Zo, ik vind het altijd leuk om die hoekjes ook af te ronden. Als mijn punchboard tenminste meewerkt. Zo, dan wordt het min of meer vierkant, niet helemaal, maar ongeveer vierkant envelopje. Even kijken. Zo kan je de tekst nog redelijk lezen. En kies ik deze als bovenste flap, dan is het echt ondersteboven. Dus dan ga ik hem zo dicht plakken. Ga ik heel eventjes de speciale tape roller pakken voor vellum en acetaan. Dat is deze roller. Hij is niet low budget, maar hij werkt wel, want je ziet daardoor het niet, de tape gewoon niet zo goed zitten. En ik gebruik het dan ook echt alleen maar voor de vellum, envelopjes en dingetjes die ik gebruik, of die ik maak. Van Scrapbook Adhesive is het en het heet een E2Z Runner en dan de paarse variant. We hebben verschillende kleuren en de paarse is dan die speciale voor vellum en acetaat. Dus daar een streepje. En daar een streepje. En dan kan ik zo mijn envelop dichtvouwen. En even mijn vouwbeen zo gauw niet vinden. Maar als je daar dan zo goed mee overheen gaat, dan is het praktisch onzichtbaar dat daar een stukje tape zit. En dat is dan toch wel weer mooi. Zo, die bewaar ik weer netjes hierin. En dan gaan we weer verder met de... Oh, hier. Hier is de... Kijk, dus dan komt dat envelopje dus hier. Dan had ik gezegd, wil de bellyband dat die dan gaat hangen op dat ding. Dat betekent dus in dit geval dat de bellyband heel hoog komt. En dat vind ik niet erg. Want dan heb ik nog lekker veel ruimte daaronder om leuk te versieren. Dus dat ga ik even doen. En dan had ik dit stuk papier is net iets te kort, maar ik had niet meer zo heel veel designpapier op maat. Maar dan wil ik mijn bellyband dus met of met splitpennen of met
eyelets, zoals we dat zojuist ook hebben gedaan aan de bovenkant bij die tag, wil ik hem vastmaken. En dan kan ik daar zo mooi dat omheen hangen. Dus ik denk dat ongeveer 2 centimeter, waar is mijn snijbord gebleven? Oh, hier. 2 centimeter wel een mooie lengte is. Breedte. Zou ik 2,5? Nee, ik ga voor 2 centimeter. Want ik wil de bellyband ook nog een beetje iets extra's geven. Heb ik hier een oud restje kraft kartstok. Dan ga ik die ga ik scheuren. En daar ga ik hem dan op plakken. En dan gaat dat je dan een klein gescheurd randje ziet. Nog weer eronder uitpiepen. Je kan natuurlijk er prima voor kiezen om een gewone strakke bellyband te doen. Als dat past bij jouw stijltje van de hele journal, zeker doen. Maar vanwege het vintage vind ik het dan wel leuk om daar ook een beetje gescheurd randje achter te steken. Dit was toch een mislukte iets. Je ziet dat ik hier rillijnen gemaakt heb. Dat heb ik dan aan de kant. En dat komt dan mooi op momenten als dit weer van pas. En ik ga ook nog heel even met de naaimachine hier 2 rode stiksels inzetten. Nou, dat is ook gelukt. En dan ga ik hier zo met de krokodil een gaatje maken. Daar ook. En dan daar weer eyelets in zetten. En wat ik net al zei, dat kan natuurlijk ook gewoon geplakt worden als jij ze wel op maat hebt. Of gewoon met, hoe heet dat? Splitpennen. Kijk wat jij hebt en wat je leuk vindt. En maak er je eigen ding van. Zo, en dan kan hier dat envelopje mooi overheen hangen. En dan ga ik hem nu op de flap plakken van onze dossiermap. Dus even die erbij. Ik plak hem eventjes zonder envelopje, want dat is net even wat makkelijker. Oh my goodness. Kijk nou wat ik gedaan heb, jongens. Op zijn kop. Dus dan komt de envelop ondersteboven en dan valt hij er natuurlijk nog geheid uit. Dommertje. Even kijken, wat kan ik doen? Ik kan even kijken of die er zo in past. En dat ik dan dit meer als een, niet als een bellyband, maar dat ik hem vastmaak. Dat die er niet onderuit zakt. Even zien. Ik denk dat ik dat op ga lossen. Ik heb het nu even niet bij de hand. Maar met een leuke afbeelding die ik hier op ga plakken. En hieronder dan op dit randje vast de plak. Zodat deze envelop niet meer naar beneden kan zakken. Maar dan is het dus eigenlijk meer een pocket met een envelopje geworden. Dan een bellyband zoals ik eigenlijk in mijn hoofd heb, had. Dus als jullie het doen en je wil echt een bellyband. Dan moet je dus hem aan die kant van je kartstok of van je designpapier plakken. Je bellyband bedoel ik dan. Nou, suffert. Lekker bezig weer. Maakt niet uit. Als je er doorheen bladert en je weet niet wat de bedoeling was, dan zie je er niks van. Dat zeggen we dan maar. Dat is met knutselen. Dan heb je iets in je kop. Maak je een foutje en dan lossen we het natuurlijk weer creatief op. En wie het niet weet, die heeft er precies geen erg in.
Dus niet te druk om maken als het een beetje fout gaat. Zet je creativiteit aan en los het op. Zo. Sowieso wou ik natuurlijk nog wel een beetje versieren, maar nu ja, heb ik daar een hele goede reden voor natuurlijk. Het is natuurlijk irritant als dit gaat zakken. Al valt het misschien wel mee, maar ik ga het denk ik wel doen op die manier. Nou, deze twee flappen zijn weer klaar. Dit was alweer deel 4, hè? Ja, deel 4. Waar is mijn mooie tag? Ik ga weer lekker aan het versieren en nadenken. Ik denk dat er nog twee delen gaan komen. Eén voor deze flap. En één om de buitenkant en een sluiting te maken. Ja. Goed. Dank je wel weer voor het kijken. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Weer lekker aan de slag gaan. En dan zie ik jullie graag de volgende keer weer. Tot dan! Doei doei!